Welkom kijkers bij Golfschool Geldrop. Mijn naam is Mike Vieringen en vandaag wil ik het hebben met jullie over hoe je je slice uit het spel krijgt door heel simpel twee woorden. Slice hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Het geheim van slice is niet zo heel groot. Het slagvlak staat open ten opzichte van de zwaaibaan. Daardoor krijgt die bal een rechtsdraaiend effect en zal de bal op het einde naar rechts toe gaan. De slice kan ik dus gaan vermijden door te zorgen dat het clubblad niet meer open staat. Nou, een goede oefening, een goede drill om het slagvlak dus niet open maar juist dicht te krijgen, zou eigenlijk de gedachtegang kunnen zijn: draai het clubblad, rol de handen maar eens over elkaar en probeer niet de armen in te trekken, maar juist de armen te strekken. Dus een rollende en een strekkende beweging van de armen, met name in de downswing, zal ervoor zorgen dat het clubblad niet meer open staat. Ga maar eens proberen om een oefening te doen waarbij de club niet hoger komt als horizontaal in de backswing. En probeer maar eens in de downswing de rechterhand over mijn linkerhand heen te rollen en wel die strekkende beweging te maken met de armen. Rollen en strekken dus, met name in die uitzwaai, in die doorzwaai. Je zult merken dat de slice daardoor minder wordt en maak je geen zorgen over de lengte. Lengte is eigenlijk nou op dit moment het minst belangrijk. Zorg dat de afwijking naar rechts uit je spel komt en je zult vaker op de fairway belanden. Eerst met die rollende, strekkende oefening, waarbij ik niet hoger kom op schouderhoogte, en maak daarna maar weer de full swing. Succes met oefenen en laat even weten hoe deze oefening jou bevallen is.